Spanje. Eén grote teringzooi aan dingen door elkaar heen. De grap is dus ook dat ze het eigenlijk al dicht hadden gegooid. Terwijl op internet staat dat je tot 2 uur mag. En dan komen ze even kijken of ze vinden dat het de moeite waard is wat je achterin hebt liggen. En als je geluk hebt, dan mag je het weggooien. En anders heb je weg. We gaan op ontdekkingstocht. In Durkal. Een nabijgelegen stadje. Want de rest is de huurauto even extra halen. Want de auto is natuurlijk nu al kapot. Toen die 20 keer de berg op moet en zo. En we zaten in een busje met z'n vieren. Nou, het is niet zo fijn als je ver weg moet. Dus we zijn afgezet. We worden lekker opgehaald. We gaan nu even lekker chillen. Het was een appartement van waaruit we huizen konden zoeken of iets in die trant. Dus hier worden alle bedden nu leeggehaald en uitgehaald voor de kinderen. En hier gaan we dat ook doen. Dit was het appartement helemaal. Hoi mam. Hoi Lieverd. Hallo. Hoi Maarten. Hey. Nou, dus dat gaan we vandaag doen. Dat laden we dan allemaal vanavond in een busje en tussendoor gaan we nog even naar het strand. Ja, let's go. Het is een kleine uur later. Zo, alles staat beneden en nu gaan we naar het strand. Zo, gaan we onze slaapkamer doen vandaag. En we gaan lekker. Daar heb ik nog een lijstje van. Wat? We zijn vies. We zijn vies. Ik zal het even laten zien. Spikkels. Overal spikkels. Ik vind ook. Wil je ook je spikkels laten zien? Ja hoor. Je zit me alle drie echt zo aan te kijken. Maar ik heb dit met mijn mond vol. Ja, even aanwijzen voor mij waar wij wonen. Nee. Weet iemand waar wij wonen? Daarboven. Ja. Zie je die berg? Je hebt hier maar zo en dan daar. Ja. Bij die boom. Daar. Ja, daar zijn bosjes. Als je ergens bomen pakt dan. Nou, dit zal je uitzetten. Dat is 3/4 van de berg, toch? Daar gaan we dus een keer kanoën, is het plan. Ja, we gaan op weg naar de waterbron. Toch? Ja. Ik loop echt een kaart in de tak. Oké, let's go. De waterbron. Quint gaat die van ons weer opleggen. Want het is een beetje hier, je gooit elkaar er gewoon af. Maar onze buren zijn er vooral in het weekend. Dus dan laten we hun erop liggen. En nu gooien we hun dus heel vriendelijk eraf. Dit komt gewoon rechtstreeks zo uit de bergen. Ja, daar, uit dat gat. Uit dat gat. Ja. Daar zo. En dan gooien we onszelf weer op. En dan loopt dit helemaal naar beneden, naar onze watertank. En zo wordt die bijgevuld. Top. En wat is dat? Wat is dat? Dat weet ik niet. Een beest denk ik of zo. Ja, ik wou net zeggen, een beetje creepy. Hey, lekker granaas, tomaatje, knoflookje, kaartjes. Ben je toch een keukenprins? Ja. Ja, ik heb wacht. Nice, poes. Hi. Gezellig, hè, met ons. Uit, moet je komen voelen. Even water vullen. Zo, deze ochtend wordt ons land geploegd. Dat wordt gedaan door een vriend van de ex-eigenaar van dit huis. Vorige eigenaar. Nou. En dat moet dus omdat je anders enorme bosbranden krijgt. Of in ieder geval, dan ben je kwetsbaar voor bosbranden. Want hier staat dus overal dit soort gras. En dat is enorm vlambaar. Dus ze houden elkaar een beetje in de gaten. Ze zeggen, joh jongens, we moeten weer even ploegen. Eigenlijk willen we dat liever niet doen. Want je gooit de hele grond overhoop. En daarmee maak je dus ook zeg maar de verschillende lagen in de grond kapot.
Maar we hebben nog niet echt een alternatief. En ja, bosbranden zijn hier natuurlijk gewoon best wel gevaarlijk. Dus het wordt vandaag even geploegd. En dan is dadelijk al dat gras is weg. En dan kunnen we hopelijk andere soorten bosjes planten die niet zo vlambaar zijn. En dan hoeven we niet meer te ploegen. Zo, dat was lading nummer 2. Ik zei, dat was lading nummer 2. Ik heb even goed wat bandensporen achtergelaten. En dan is alles er. Fout in Spanje, hè schat? Ja, dingen gaan ook fout in Spanje. Jezus. Nou, ik had ze even niet door dat de afvoer van de... Dat de afvoer van de wasmachine naar binnen lag. Dus nu is heel... De garage nat. Garage nat. Hier, Mer. Eeuw, nee. Ik moet nog even leren hoe ik vlogs moet beginnen en afsluiten. Maar ik doe het gewoon even achteraf terwijl ik hem aan het editen ben. Dit was vlog nummer 3 en ik zie jullie snel weer voor nummer 4. Thank you.